Zullen zeggen, wat de fuck rot op hier uit de buurt? Juist. Bij Jeffrey net? Bij Jeff, ja. Dan zijn ze, waren ze net bezig met onderzoeken, toen vlogen ze hier allemaal heen. Ah nee, dat meen je niet. Ja. Die kon gelukkig wegkomen. Hij heeft nog een kruk gegooid. Maar hoe komt dat dan hier? Nou, hier is er nog een schot gelost door politie. Bij de AWS. Ze gingen ze na. Achterna. Ze hebben hem nu gepakt. Ze hebben de daders gepakt nu. Ja, ze hebben ze gepakt. En Maar er is een agent gewond, hè? Schoffelen en dan is het klaar. Ja, zo gaat dat. Maar het komt nou wel heel vaak hier. Nou, hè? Ja, verschrikkelijk. Dat hoorde ik nou ook. Dat zag ik weer op TV West staan. En de politie zei ook van de week tegen mij... Huizen, veel verlichting. Ik heb een buurman die heeft ontzettend veel verlichting, maar die glasgordijnen, je ziet hem s'avonds niet zitten. Dan denken ze ook, we gaan daar naar binnen, want er is niemand thuis. Nou ja, wat moet je nou doen? Nou ja, ik sprak ook een buurman op Valkenboslaan. Ja. Daar, die had ook een overval in huis. Hij is er achteraan gegaan. Ja. Oh nee, is zijn auto. Raam ingeslagen. En de dashboard allemaal. En hij hoort wat, hij gaat naar buiten. Hij ziet ze nog weg en hij pakt die auto. Hij heeft zijn klem gereden tegen hem aan. En die dader heeft een aangifte gedaan tegen hem en hij moet nu een half jaar zitten. Vanwege poging tot doodslag. Zo. Daar zijn we hiermee bezig. Onbegrijpelijk. Dus jij bent blij dat je uit Friesland komt? Ik ben verkeerd bezig. Nou ja, ik kom... daar maak je niks mee natuurlijk. Nee, weinig. Ja. Mijn moeder die woont in een verbouwde woonboerderij en daar kun je nog gewoon zo naar binnen lopen, een kopje koffie drinken. Ja, wat ik hier 26 jaar geleden kon doen. Als alle deuren open en nou zegt mijn zoon, man, wil je dit? Wil je dat je overvallen wordt? Ja. Weet je wat ik vind? Ze moeten de mensen in het asiel een hond geven. Ja, dat klopt. Ook ze zoiets. Weten dat ik hem heb, staan bordjes voor mijn raam. Een paar maanden terug stond ik te pinnen, het helpt. Toevallig. Want s'avonds, het helpt, want je ziet ze oversteken. Hè? Ja, want s'avonds pin ik nooit. Maar ik moest even een keer toevallig pinnen, even bij de Rabobank. Daar op een kruising bij de Varenheidstraat. Ja, en dan ben jij maar nog een man. Meer, daar stopte in één keer een scooter en ik had een gun in mijn zij. Ja. Zo. Ik heb gepind, maximale bedrag. Ik heb al aangifte gedaan. Dan ben je gedaan. Nog een man. Ja. Weet je waar mijn zoon is? Is dat voor jou zelf overkomen? Ja, dat is bij mij gebeurd. Meneer. Ja, en ik heb een redcard in Weimar. Afrikaan. Ja, ik reed mijn brommer. Hij zegt hoi, hoi. En ik kijk hem zo aan. Ik zeg hoi. Fuck, van goud. Oh, en ja. Ik doe nog net dit. Ja. Maar ik heb een beugelslot. Oh ja. Hij gaat erop. Ja. En dan, ik speel eigen wet. Hij gaat erop. Mijn zoon zegt, man, vraag je erop? Ja, precies. Ik ken er nou helemaal niks meer nu. Nou, ik hou het mooi om. Ja. Hij gaat erop. Ja. Ja. En ik heb pepperspray in mijn zak gehad. Er zijn regisseur tegen mij. Doe hem nou weg, El. Want je gaat 3 nachten, je moet 3 dagen zitten, was hier de